allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag zondag en ik heb vandaag voor jullie, zoals jullie misschien al hebben kunnen zien aan de titel of het begin van het filmpje, ik heb vandaag voor jullie een Sunday morning routine. Lekker chill hoe ik mijn zondag altijd eigenlijk klaarmaak en doe. dit wordt wel vastgebonden aan een paar beelden die ik gisteren heb gemaakt. Namelijk gisteren ben ik even met mijn vader mee geweest naar het strand. Of tenminste naar zijn werk en toen gingen we naar het strand en dat zag er ongeveer zo uit. Achteraf wat natte voeten. Maar in ieder geval, het is dus vandaag zondag. En mijn morning routine is al lang gestart. Ik ben lekker wakker geworden. Even op mijn iPad wat filmpjes gekeken. En daarna lekker gaan douchen. Daarna lekker opgefrist. Mijn gezicht lekker gewassen en al. Ik ga alleen een crème opdoen. Voor de rest doe ik geen make-up op vandaag. Ik hou het lekker chill, lekker naturel. Ik ga wel naar beneden om lekker een kop koffie te drinken. Daar heb ik heel erg veel trek in. En even lekker ontbijten. En ik zit te denken aan misschien lekker een eitje op een krekkertje of zo. Goed, ik ben als allereerste beneden. En waar is allemaal moeders, de frituurpan, alles staat er nog. Ik ga het even lekker opruimen. En daarna ga ik lekker genieten van een eitje.
op een glutenvrije cracker. Ik heb namelijk een glutenvrij dieet die ik moet gaan volgen. Dus het gaat nog leuk worden. Maar eerst ga ik even alles een beetje openmaken en ready maken voor vandaag. Want we hebben allemaal een luidag vandaag. Normaal is de helft altijd op beneden. Maar ik ben de eerste vandaag. Goed, het is tenslotte zondag. Je zou kunnen zeggen dat het misschien... dat de hele chille dag gaat zijn. Dat kan. Maar je kan ook lekker aan het werk. En de tweede dag ga ik doen. Ik ga het even kauwgom hoor. Dus. Ik ga even de hele bovenverdieping stofzuigen. En moppen. En dan hoop ik dat het klaar is. Dus ik wil zeggen, let's go! Ik ben helemaal klaar. Alles is weer netjes opgeruimd. En ik ben helemaal happy. Het is onderhand 11:53. En omdat ik zo heel erg laat heb ontbeten, dan ga ik even een banaantje eten. En lunch ik ook iets later. Dus ja. Ik ga even lekker een stukje fruit eten. Normaal eet ik fruit bij mijn ontbijt. Maar ik heb een eitje. En ja, ik vond het niet zo lekker om daar een fruit bij te gaan eten. Dus ik heb het even een beetje uitgesteld en nu ga ik lekker aan een stukje fruit. En dan is mijn morningroutine eigenlijk al voorbij. Het is al van 12, dus het is niet eens mijn ochtend. Ik ga nu even een paar YouTube filmpjes kijken en dan ga ik jullie verder mee wat ik vandaag ga doen. Als het goed is gaan we vandaag naar Dordrecht. We moeten even een aantal dingen voor school kopiëren, dus dat kunnen we dan ook gelijk doen. En ja, er staat op zich niks heel erg geks meer op de planning. Vanmiddag editen en dan... helemaal toppie eigenlijk. Nog wel even wat dingetjes te doen voor YouTube en school, maar komt allemaal goed. Goed, en ik ben weer thuis. Ik heb van mijn pa nog een mooie pen gekregen. Die doos kan ik wel goed bewaren, dus... ik leg je even ergens onder neer. Ik heb ook een mooie keycord gehad van hem. Super tof. Ik ga de vlog afsluiten. Ik ben boodschappen bezig doen en ik heb alles glutenvrij en lactosevrij gehaald. Niet normaal, echt. Ik ben heel benieuwd hoe de komende week gaat lopen. Ik ga de komende week wel week vloggen. Dus jullie gaan het allemaal meemaken. In ieder geval bedankt jullie voor het kijken van deze video. Een duimpje omhoog. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!